Op de schaatsbaan in Heerenveen werd vanochtend startsein gegeven voor de actie Schaatsen en Zwemmen voor Water. 2 weken lang sporten bijna 40.000 kinderen voor het goede doel. Ze laten zich per rondje sponsoren. Het geld dat opgehaald wordt gaat naar een drinkwaterproject in het Afrikaanse land Zambia. Het water is daar namelijk erg vervuild, waardoor kinderen er ziek van worden. De Nederlandse leerlingen hopen €900.000 bij elkaar te sporten. Maar dat zal voor sommigen nog best even doorzetten zijn.